Welkom op de Sint-Petersschool in Diemen. We zijn een kleine dorpsschool met 230 leerlingen. Onze slogan is, we zien je op de Petersschool en we kijken heel erg wat de kinderen nodig hebben. Nou, dit jaar hebben we gekozen voor de lessen van Media Wegwijs. Omdat we zagen dat we wel een uitdaging hadden om alle nieuwe digitale vaardigheden van de kinderen goed up-to-date te houden. Nou, ik heb meerdere media wegwijslessen gezien die in de klas zijn gegeven. En ja, ik vind het ontzettend interessant en ook denk ik wel heel erg belangrijk, omdat de digitale wereld op dit moment nu bijna niet meer weg te denken is. En vooral ook bij kinderen. Die zijn er heel erg mee bezig met social media, maar eigenlijk alles wat een beetje met media te maken heeft. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar informatie over te krijgen hoe je dit beste kan gebruiken. Leuke aan de media wegwijslessen geven vind ik de lessen over social media, over deepfake en ook een deepfake maken en een hele fake nieuwskrant of die online komt. Ik denk dat het heel goed past bij waar de kinderen ook dagelijks mee te maken hebben en hoe makkelijk het is om in zo'n bubbel te raken dat je alleen maar je eigen soort nieuwtjes hoort. En ik vind dat wel heel leuk als ik op school kom, krijg ik kinderen media wegwijs, dus ja, het is heel leuk om te doen. Ook zijn ze te werk gegaan met elkaar interviewen en dat was dan omtrent fake nieuws. Dus hoe een interview ervoor kan leiden dat er vanuit een interview fake nieuws kan ontstaan.